Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Community Craft hier op Duffy Games. Wat is er vorige week allemaal nog gebeurd buiten de opnames? Want ik heb gezegd ik zal mijn chatroom gaan invullen die mede mogelijk is gemaakt door Jan. Dankjewel daarvoor. We hebben hier eventjes de boel nog even ingevuld. Dus hier hebben we allemaal mob drops in zitten. We hebben hier ons stone tot cobblestone in zitten. Redstone kist. Hij zei van moet je redstone kist? Ik denk redstone kist. Maar hij zei kan je repeats al dat soort shit in doen? Ik denk oké, doe er maar in joh. Dat, waarom niet? Hier hebben we onze toolkist of wapenkist als het ware. Hier hebben we alle sheets in zitten. Nou, wortels hoort er eigenlijk niet in, maar goed. In ieder geval alle soorten sheets en weet ik wat allemaal. Onze houtchest, hoewel ik niet weet waarom daar toortjes in zitten. Hoewel die ook deels van hout zijn. Onze eetchest als het ware. In ieder geval hier kunnen we eten. Onze miningkist. En als je het zo ziet hebben we toch redelijk wat spullen. We hebben best wat iron. We hebben wat, ja, eigenlijk helemaal niks. En we hebben hier nog wat dirt en hier hebben we kleurtjes waarmee ik gekleurd glas kan maken. Dan hebben we alles gehad. Dus Jan, nogmaals bedankt ervoor. Mensen vonden het in ieder geval leuk dat je mee hebt gedaan. Positieve reacties en dat is natuurlijk alleen maar leuk. Ook voor Jan zelf. Wat gaan we vandaag doen? Nou, zoals jullie wellicht hebben gezien. Dat kan je eigenlijk bootjes ook afbranden en dit. Kan dat? Wij hebben nog niet eens zo heel veel eten. What the fuck? Ik kan gewoon. Are you kidding me? Het gaat wel heel snel op, maar het kan wel. Wacht, ik ga dit even proberen met een bootje. Oh. Kun je bootjes laten fikken? Nee, oké. Dat maakt niet uit. Doe ik dit hier ook gewoon even in zo. Dat hebben we toch. Maar goed, zoals jullie zien, we hebben niet echt heel veel eten. En niet heel veel eten bedoel ik van elke aflevering is net weer kilo gaan we het halen, gaan we het niet halen qua eten. Dus ik ben plan om vandaag eens even bezig te gaan om een farm te maken. En dan niet een farm dat je met 3 slagen klaar bent, nee toch wel even een wat grotere farm. Een mooie farm, dus laten we ermee bezig gaan. Kijk, dit is natuurlijk onze farm nu, gewoon in ons huis. Dat is ook echt zoiets van, dat kan alleen Duffy. Dat is ook echt gewoon bizar dat ik dat gewoon hier heb, maar dat maakt helemaal niet uit. Dus we gaan daarmee bezig. We gaan hier natuurlijk, hier wil ik trouwens, ik heb alweer een nieuw idee ook alweer. Je blijft maar komen mensen van Community Craft. Ik wil hier bezig zijn met een haven te maken. Helemaal een ruilhaven. Ik zal even laten zien. Zoals je hier kan zien hebben we hier een mooie U-vorm. En waarom is dat ding rood? Sinds wanneer is een octopus rood? Nou ja, in ieder geval hier een mooie U-vorm. En hier kun je gewoon een hele mooie haven maken. Ik zit te denken om hier heel veel hout te gaan gebruiken. Om in ieder geval mooie stijgers te maken. En eventueel een huisje nog erbij te maken. Weet ik wat allemaal. Dat kan hier in ieder geval hartstikke mooi. En daar wil ik lekker mee bezig gaan ook nog, maar goed. Als we vandaag tijd zouden hebben, kunnen we van begin maken. We gaan eerst maar eens even beginnen met een farm te maken. En die ga ik naast ons huis maken. Waarom? Het is lekker makkelijk natuurlijk. Hè? Een farm moet dicht bij huis zijn. Als je een kilometer van huis verwijderd hebt, dan ben je alleen maar aan het rondrennen voor je eten. Dat schiet natuurlijk ook niet op. Dus wat we gaan doen is, we gaan hier even een stukje uitgraven. Ik heb ook nog een extra schep bij me, dus maak je geen zorgen. Die heb ik allemaal weer voorbereid. Wat doet hij dat toch goed, mensen? En dan gaan we eens even kijken hoe zo'n farm we kunnen maken. Eigenlijk wil ik hem gelijk aan de grond hebben, dus ik moet hier ook nog even één weghalen. Ik wil natuurlijk mooie omleiding hebben, of met hekjes denk ik dit keer. Of gewoon meer met leaves hekjes, dat kan ook nog. Ik weet nog niet hoe ik het helemaal wil gaan doen. Maar daar komen we gaandeweg vast achter. Het is heel simpel, heb je geen farm, heb je geen eten. Heb je geen eten, ga je dood, want het staat gewoon op normal. En ik weet niet, ik heb zo'n gevoel dat hoe harder je Minecraft zet, dus ik heb hem nu op normal staan, hoe sneller je honger opgaat. Net als de dag en nacht. Het schijnt dat je als je op normaal staat dat de dag sneller voorbij gaat. Ik heb ook gevoel met honger. Alsof het dan 3 keer zo snel gaat. Als iemand weet of dat ook echt zo is. Laat het dan weten in de reactie alsjeblieft. Dan kan iemand in ieder geval confirmen dat het ook echt zo is. Maar goed, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Als je dan toch bezig bent om een reactie te typen terwijl ik hier aan het scheppen ben. Dat is natuurlijk heel mooi nu mensen. Ondertussen gewoon even typen. Ondertussen gewoon naar mij luisteren wat ik aan het doen ben. Vergeet ook niet vast even die like aan te klikken. Als je het leuk vond natuurlijk tot nu toe. Dan zie ik van, oh ze vonden het wel leuk. Dan ga ik weer snel een nieuwe aflevering maken. Nee, zo werkt dat helemaal niet. Ik denk wel, ik moet elke dag keihard video's maken voor al mijn kijkers. Want anders gaan ze me slaan en dat is ook niet waar. Oh, we vinden hier ook nog wat kool. Daar schrijf ik net overheen. Kool. Dat zal ik zo even laten zien dat het ligt. Of laten zien. Jullie zien zo meteen wel. Maar goed. We gaan onze farm grenzen aan de desert. Dat is heel logisch. Dan verbrandt ons eten lekker snel door de zon. Hoeven aardappelen niet meer te koken en zo. Of dat soort dingen. Dat zou ze op zich erin moeten maken. Dat als je in de desert bent, dat je dan gewoon sowieso water mee moet hebben. Zodat je anders damage krijgt. Gewoon bottles of water mee. Dat lijkt me zich wel vet. Dan maak je toch een beetje de woestijn wat echter. Aangezien je nu heb je een woestijn, je loopt erin en je vindt wel af en toe eens wat, maar het is niet echt speciaal. Op die manier maak je wel echt de woestijn van, oké, het is hier ook echt dangerous en kijk hiervoor uit. Maar misschien dat het ooit nog gaat komen in Minecraft. Of misschien als ik in nieuwe blocks komen, dat ik echt zo'n
zo'n zoutvlakte kan hebben. Dat is, ik weet niet of mensen wel eens veel video's hebben gezien van de woestijn of wat dan ook. Maar zie je vaak van die zoutvlaktes, omdat dan daar was dan eerder water is opgedroogd, weet ik veel wat. Wat dat soort dingen ook in Minecraft zou kunnen maken, dat zou wel heel vet zijn. Ik bedoel, Minecraft gaat steeds verder met nieuwe dingen ontwikkelen natuurlijk, dus waarom zou dat niet kunnen? En nu komt ons fortune van pas op onze pickaxe, want er zit hier kool te minen en dat gaat snel, holy bam. We krijgen heel veel kool hiervan. Daar ben ik natuurlijk super blij mee, want we hebben straks gewoon een hele grote aardappelfarm en daar hebben we gewoon veel kool voor nodig. Doe ik natuurlijk liever kool erin dan hout. Even kijken, hoeveel hebben we? Hier, gewoon bijna een halve stack, dat is gewoon echt immens veel. Wat we wel moeten doen is hier eventjes al dit cobblestone weghalen. Of gewoon stone is nu natuurlijk nu nog, maar omdat we hier natuurlijk allemaal ruimte nodig hebben voor de farm. Zonder dat ik dat met deze pickaxe doe eigenlijk. Hè. Dus ik ga eventjes snel een iron pickaxe erbij pakken. Het doet me toch met pijn in mijn hart dat ik deze pickaxe ervoor gebruik. Ja, er zit natuurlijk een fortune op. En dat is wat mij betreft een vrij zeldzaam, aangezien ik dat soort dingen nooit krijg. Dus we gaan natuurlijk rechts komen van, het is helemaal niet zeldzaam, ik heb het altijd op mijn pickaxe. Ja, maar ik ben Cosmo. En die hebben er gewoon wat meer moeite mee om dat soort dingen te fixen. Dus, vandaar. Deze stomme bloemen die gaan hierin. Zo. En voor de rest nemen we gewoon alles weer mee. Want ik heb sowieso veel dirt nodig om nog dirt te leggen natuurlijk. Want we moeten die stukken uitgraven en vergroten. Zie je, kijk, hier moet ook allemaal weer dirt in worden gelegd. En hier. Dus dat gaan we wel nodig hebben zo. Ik denk toch dat we een hele aflevering bezig zullen zijn met een farm maken. Want ja, ik hou niet van om kleine farms te hebben. Dat vind ik gewoon niet fijn. Nog wel even een vraag tussendoor. Ik ga er zelfs een straw poll voor maken. Dus als jij hem nou in de beschrijving ziet staan en denkt van, huh? Wow! Op zich, dankjewel voor het helpen met uitgraven, Creeper. Dankjewel. Een strappel. Willen jullie dat ik offscreen ga minen of willen jullie dat ik onscreen ga minen? En daar bedoel ik mee dat ik gewoon offscreen even wat voor wat supplies ga. Dus dat ik wat iron kan vinden, misschien eventueel wat extra diamonds. Heb je zoiets van, nou, weet je wat, doe het maar lekker in de video. Dan kunnen we erbij zien, dan kan je lekker dingen erbij vertellen en dat soort dingen. Dat vinden we helemaal niet erg. Vind ik ook hartstikke goed. Maar laat me dat even weten in de reacties, mensen. Dan weet ik in ieder geval waar ik een beetje aan toe ben. Wat jullie erover denken en dat soort dingen. Dus dat is in de beschrijving. Zou je er even aan willen klikken. Hoef je alleen maar op... Er zijn twee opties waar je op kan klikken. Wat de opties zijn, weet ik nog niet. Maar ze gaan in ieder geval over het minen. Dan weet je dat alvast. En dan gaan we dit nu ondertussen... Oh, dammit. Opvullen. Dan ga ik eens even kijken hoe ze grote farm inmiddels hebben. Of nou ja, farm. Ik heb natuurlijk in mijn hoofd, zie ik al een beetje in van, oké, hier en hier gaan de lijnen komen van de farm. En voor jullie is natuurlijk nog zo van, oké, een dirtvlakte. Wat gaat hij hiermee doen? Maar dat jullie snel genoeg zien, mensen. I promise you all. Mooie beschutting van die berg er ook bij. Wat ik uiteindelijk nog wil doen is, sowieso moet hier dan eigenlijk een strook omheen nog waar we kunnen lopen. Maar goed, dat komt de andere, dat komt wel als we ooit klaarkomen hiermee. Oké, dat klonk heel fout. Dat klonk echt fantastisch fout. En zeker omdat ik er nou op inga van dat het fout klonk, dan denken mensen van, huh, wat zei die net? Ik ga terugkijken. in ieder geval, als dit ooit afkomt, deze aflevering, dan moeten we even kijken hoe we die paden gaan leggen. Ik denk dat de diepte zo wel goed is, dat we hem alleen een stuk breder gaan maken nog. Dat wij in ieder geval wat eten kunnen maken. En ik weet eigenlijk ook nog steeds niet of je nou met een hoe meer spullen ervan krijgt. Ik zie het, in video's zie ik het vaak mensen doen. Dus zie ik vaak mensen met een hoe bezig om hun gewassen zeg maar, eruit te hakken en dat soort dingen. Maar of het nou echt werkt, of dat je er meer van krijgt, ik weet het niet. Als iemand dat weet, laat het alsjeblieft even weten in de reacties. En like even allemaal die reactie mensen. Dan weet ik hiervan, oké, dan ga ik voortaan met een hoe bezig om zoveel mogelijk gewassen natuurlijk te krijgen. Ik hou hier nog even één strook toch nog maar weg. Het is toch niet zo'n hele hoge strook, dus dat kan nog net even makkelijk. Zo, nou even pickaxe erbij. Er is nog best nog veel cobblestone, bedenk ik maar zo. Oh, het gaat helemaal naar boven, shit. Moet je helemaal naar boven klimmen. Maar goed, het kan net. Oké, dan. Scheppen, scheppen, scheppen. Ja, oké, dit kan precies. Ja. Dan gaan we dit nou naar beneden hakken. Dan gaan we hier nog even padden leggen. Dan moeten we ook even gaan slapen. Want wat jullie net zagen natuurlijk was een creeper. Die hielp ons. Maar creepers zijn het meestal. Helpen die mij niet. Dan is het alleen maar van. Hé, jij bent iets aan het bouwen. Dan ga ik je nu aanpakken. Zoals je misschien ook al kan zien in de Tekken serie bij Colin. Daar doe ik namelijk een Tekken serie mensen. En daar hou ik creepers ook niet van mij. Te blazen vaak mijn huis op. Ergens waar ik weer bezig ben blazen ze op. Ik zie daar nu al een zombie. Dat betekent dat ik zo meteen weer niet kan slapen. Omdat er monsters dichtbij zijn. Oh. Oké, snel in bed liggen. En ik mag slapen, gelukkig maar. Gelukkig maar.
Goedemorgen. Zijn er nog aardappels klaar? Ja. Hoppatee. Okay, ik weet ook dat er weed klaar is, maar dat dit duurt me te lang om dat nu te gaan farmen. Sta je in de fik, jongen? Sta je in de fik? Oh, wat lief. Kom maar. Kom. Hey, kom, gaan we spelen. Kom, we gaan spelen. Spelen. Nou. Wie er nou heen? Oh, wacht, er loopt er ook in mijn huis. Gozer, kom. We gaan buiten spelen. We gaan een tikkertje doen, ja? Jij bent hem. Jij bent de tikker, kom. Waarom? Oh, ik wou het zeggen. Kom, tik me dan. Tik me dan, als je kan. Hij is best lelijk, hè, die zombie. Eén oog zit een beetje lager dan het andere. Hij heeft maar één oog. Wat de... Oh, damn it. Ik schrik me kapot. Oh, damn it. Ga in de zon, jij. Mag jij ook maar dood dan, zo. Altijd moet er iemand het spel komen bederven. Wat jammer weer. Oké. Oh, dat dirt had ik kunnen laten liggen. Nou, goed. Maar ik wil deze strook maken ook nog even van dirt. Dat doen we op deze manier. En dan ga ik even uitrekenen. Want water komt 3 ver. Dat weet ik. Water komt 3 ver. Dus als ik hier water zou hebben, dan zou het 1, 2, 3. Dat zou tot hier komen. Als ik dan hier, zou ik hier weer... Wacht, daar doe ik water, daar doe ik water. 1, 2, 3. Maar... Dat hoeft. Wacht eens eventjes. Water komt 3 ver. Dus als ik het zo doe, dan zou ik ook hier water kunnen laten stromen. En hier niet. Want er komt water van die kant 3 ver. En er komt water van die kant 3 ver. Dus dan kan dit allemaal precies. En dan kan ik hier een net pad maken. Ja. Dat is toch wel koppie. En dan kan ik dit hele stuk hier volgooien met seeds. Dan kan ik dat hier doen. En dan kan ik het hiernaast ook nog een paar keer doen. Kijk aan, dan ga ik hier even nu een gul graven waar het water in komt te liggen. Door dus op deze diepte te liggen. Aangezien, naar mijn weten, komt water namelijk 3 ver. Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar volgens mij is dat zo. En dan kunnen we dat gewoon op deze manier zoveel mogelijk spots bevochtigen met water, zodat in ieder geval de gewassen kunnen groeien. En dan kan je denken van, ik dacht dat je een enorme farm ging maken. In je eentje is deze farm echt ook enorm. Natuurlijk, af en toe komen er wel eens mensen hier naartoe, maar dan zeg ik gewoon voortaan: hey, ik weet niet wat je hier komt doen. Als je me komt helpen, je eigen eten meenemen, want ik heb het niet. Dan zeggen ze: ja, nee, dan kom ik niet. Zeg ik: oké, dan niet, jongen, ga weg. Nee hoor. Ik moet natuurlijk wel eten hebben als er gasten komen, maar dat gaat op deze manier wel goed komen. Ik bedoel, het groeit toch redelijk snel. Ik kijk naar die kisten, maar er zit helemaal niks meer in. Heb ik überhaupt een bucket? Dat ziet er tot nu toe niet uit. Daar zit er sowieso niks in. Hier zit ook geen bucket in. Nee, nou hier zit het ook niet in. Dan moeten we even een bucket gaan maken. Oh, dat is onze oven. Daar moeten we niet een bucket van maken. Zo. Ik ga even water halen meteen. Dan kunnen we dat meteen even erin gooien. Dan kan je meteen zien wat ik daarmee bedoel. En ik krijg een WhatsApp binnen. Maar dat maakt verder helemaal niet uit. Want we zijn natuurlijk aan community craften. Is oké. Okay. Oh. Spring het water in. Lekker verfrissend in de desert, hard aan het werk. Maar goed, dat hebben we nou niet nodig. Hallo, stom varkentje. Ga eens weg. Okay, dan gaan we natuurlijk eerst even zo meteen een infinitive water source maken. Zo, dat stroomt. Ik weet al hoe dat moet hoor, mensen. Ik ben niet dom. Okay, misschien een beetje. Dat stroomt ook weer mooi zo. Ik vind het namelijk erg lelijk als je water uit de zee pakt. En het is van dat water wat alle kanten op staat. Ik weet niet, ik vind dat gewoon niet mooi. Ik weet niet hoe jullie dat vinden. Maar ik heb wel zoiets van, als je water pakt, doe het dan even netjes dat het gewoon weer goed stroomt. Want je ziet er gewoon niet aan dat je in het water gewoon draaikolk hebt, of hoe het ook maar moet noemen, die zes kanten op gaat. Ik denk van, ja, als het in het echt zo is, dan gaat de zee alle kanten op, weet je. Kijk, dit is tenminste mooi stilstaand water. Hoppatee, dat maak ik nog even dicht. Hier moet ik eigenlijk nog even een muur van maken voor iets, maar goed. Dat zien we dan nog wel. En dan gaan we hier nu ook bezig met emmertjes water te leggen. Door. Oh, ik dacht ik... Nou, dit wil wel zo meteen omdraaien. Als ik hier ga staan, zo... 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 Oh, damn it! Zo... Terwijl ik het ook gewoon hiernaast kan pakken, maar goed. Ik moet altijd, altijd even op een gekke manier proberen. Oh! Alarm! Een baby zombie! No! Waarom ga je niet in de fik? Huh? Hoezo gaat een baby zombie niet in de fik? Slaat dat nou weer op? Wat de heck? Ik dacht altijd dat alle schotte zombies vliegen toch gewoon in de fik. Of is dat nou een bug? Nog nooit gezien.
ik sta er toch een beetje van te kijken. Maar goed, het zal wel. Wij gaan gewoon lekker onze gewassen planten. Dan zijn we lekker allemaal hier. Hoppatee. Al onze aardappeltjes. En we gaan ook meteen onze wortels pakken. Die hebben namelijk... Ik had hier wortels in zitten. En ik heb er hier... Oh, ik heb... Ja, ik had ze in mijn info. Oké, wat hebben we hier nog meer? Seeds, pumpkin seeds. Ik heb ook nog steeds geen watermeloen. Dat is ook een beetje matig, hè? Dat ik geen watermeloen heb, maar goed. Deze nemen we ook mee, deze seeds. Wacht, ik heb ook een ho nodig. Of heb ik een ho in mijn inf? Oh, ik heb een ho in mijn inf. Oké. Okay. Dat kunnen we ook gewoon meenemen. Komt u maar mee. Zo, dan gaan we dus even planten. Dan gaan we eens even kijken hoe onze farm eruit komt te zien. Dat is toch redelijk. Moet ik natuurlijk nog wel even mooi gaan maken, mensen. Het is natuurlijk nog niet af, snap je ook. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kijk. En als we dan nu onze aardappelen pakken, die kunnen we zo van hop, 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 hop. Hop, 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 hop. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, dan doen we totaal 4 rijen met aardappelen. Ik weet dat het nu nog niet helemaal voor kan, maar goed, dat maakt op zich niet uit. We weten in ieder geval 4 rijen met aardappelen. Dan wil ik hier eigenlijk, dan ga ik nu eventjes op deze manier doen. Dan gaan we hier nog even hekjes tussen plaatsen. Dan weet ik in ieder geval van, oké, verder komt dit veld niet. Dus totaal 4 breed. 1, 2, 3, 4. Dan komen hier ook weer hekjes. Zo, en dan komen hier alle wortels. En dan op die hekjes kan ik ook weer toortjes plaatsen natuurlijk, waardoor het weer goed verlicht is. En dat heb ik natuurlijk nodig voor mij, want anders groeit het niet of klapt het weer uit de grond ofzo. Ik weet niet precies hoe het werkt in Minecraft, maar op een of andere manier, als het niet goed verlicht is, dan gaat je farm kapot ofzo. Ik weet het niet, maar gebeurt dat. Oké, dit is nu ook klaar. Of klaar. De wortels liggen erin. Wat we dan hier kunnen doen, dit is een heel groot veld tot nu toe. En waarom vraag ik het vast? We gaan dit helemaal vullen met wheat. In ieder geval, als ik genoeg wheat heb, heb ik nu niet. Maar eventueel, omdat we nu natuurlijk nog geen meloenen hebben. Hoewel, we kunnen wel pumpkins gaan farmen natuurlijk. Of in ieder geval de grond inzetten. Die gaan we ook gewoon de grond inzetten ook. Want je kunt natuurlijk daar ook eten van maken. Dat vergeet ik helemaal. Maar... nice. Iemand joint de server of iemand. Hij joint de server en vervolgens... boem, dood. Dat doet hij goed. Dat... Fantastisch. Nou ja. Ik kan de nether niet meer in. Dat is vervelend. Ik ben doodgaan in de nether, dus... Oh, hij wordt weer doodgeslagen. Dat is niet goed. Ik zei net wel dat ik natuurlijk een hele grote wheat farm ga maken. Maar dat ga ik dus niet doen, zoals jullie nu zien. Ik heb nu ook niet meer wheat, maar... 1, 2, 1, 2. Wat we nu hier nog kunnen doen... Okay, dit maken we ook nog even hekje op deze manier. Is, ik kan nu hier pumpkins gaan plaatsen uiteindelijk, op deze rij. En dan kan ik op deze rij meloenen gaan plaatsen. Oh, dammit, meloenen gaan plaatsen. Dat is goed. Doe eens even, hup. Waardoor ik dus gewoon al het gewassen, volgens mij, wat er tot nu toe in de game is, kan ik hier gewoon kwijt. Dus hier komen dan zo de pumpkins... Komen hier normaal de meloenen en dan hebben we dat toch alweer netjes gedaan. Goed, nu de volgende dingen die we moeten gaan doen. We moeten hier een net pad gaan maken. We moeten hekjes gaan maken omdat ik het gewoon net toch omheen wil hebben. Wow, wat de hek doe jij in mijn huis? Waar spawnen die beesten? Ik snap het niet. Waar is het nou zo donker in mijn huis dat die beesten spawnen? Is hier te donker? Nee, hier zitten genoeg toortjes. Is hier boven te donker? Nee, hier zit ook genoeg toortjes. Dus... hoe spawnen die beesten? I don't get it. Als iemand het weet, laat het me maar even weten alsjeblieft. Oh, dammit. Water. Dat is niet slim. En we gaan dit nog even uitscheppen. Leg hier meteen even een stukje nieuw pakketvloer in. Ik zeg van de pakketopruimdienst. U had lekkage? Ja, een soort van, etenswaren in ons huis. Oké. Okay. Dark. Oh, nee, wacht. Dit is niet dark. Dit is gewoon ook goed. Ja, het is gewoon ook goed. Zo. Hoe kan ik jou nou weer daar neerleggen? Nou ja, maakt niet uit. Hop, hop. Paardje in galop. En ons huis is nu alweer een stuk mooier. La 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 la. We moeten hem ook nog steeds in gaan richten. Maar wij zijn lui, dus is dat nog steeds niet gebeurd. Einde van dit verhaal. Oké. Okay. Sticks hebben we nodig. Dan gaan wij nu hekjes maken. En nog meer hekjes maken. En hekjes maken. Oké, okay, dit moeten genoeg hekjes zijn. 42 meer heb ik niet nodig. Oh wacht, ik moet ook meteen mijn stone meenemen en mijn stone slabs en weet ik wat allemaal. Of in ieder geval mijn smooth stone slabs. Die heb ik hier? Ja, kijk aan. What the fuck? Waar kom jij vandaan? Holy gigantic bananas.
Hier moet iets zijn waar die beesten spawnen ofzo. Ik weet het niet. Oké, ik schrok er wel van. Zoals jullie misschien hadden gemerkt. Maar dat eventjes terzijde. Stone. Maak er nog meer van dit stone. Oké, stomme tulp, ga weg. We gaan dus gewoon ondertussen even mijn inv ook even een beetje opruimen. Want ik heb wel echt heel veel troep op het moment in mijn inv. En troep wil ik ook gewoon absoluut op het moment niet gebruiken. Jij hoort daar ook niet in. Jij hoort hierin te zitten. Zo. Het is toch wel even handig als een beetje de boel netjes houden. Moet je zien wat we allemaal gewoon in onze inv hadden. Wat we niet eens gebruiken. Wat je hierdoor gewoon allemaal ruimte creëert. Waar heb ik die nou gelaten? Oh hier, poison potatoes. Die wil ik allemaal bewaren natuurlijk. Zoals jullie wellicht weten. En dan ga ik sparen in Community Crash. Je moet toch wat te doen hebben, hè? Je moet toch een doel hebben. Dus dat is mijn doel. We hebben inmiddels 16 botten. Je kan ook afvragen, waarom gebruik je die nu niet meteen? Kan je dingen laten groeien? Die wil ik bewaren voor het geval als ik ze echt nodig heb. Dan kun je denken van, ja, maar ja, wanneer weet je nou wanneer je dingen nodig hebt? Nou ja, dat weten we dus nog niet. Ga ze vragen, kan je slapen? Mijn deur staat natuurlijk nu open, dus dat is een beetje gevaarlijk. Maar ik hoop dat hij in ieder geval kan gaan slapen. Of course, thanks. Ik lig al... Moet even wachten natuurlijk of die ook gaat liggen. Oh, hij heeft al gelegen. Hij heeft al gelegen. Dankjewel. Dankjewel. Voor de support. Oké, hier kunnen we gewoon overheen springen. Hoppatee. Wat ik er wel even ga doen is, ik ga wel even de paadjes hier tussenin veranderen. Want het is nu natuurlijk nog van dirt en dat vind ik lelijk. Oh nee, oh, ik sla al mijn gewassen kapot. Nee, dat mag niet. Oh nee, ook een aardappel gehit. Zonde van die aardappel. Zo. Oké, we halen dit er ook even tussenuit. En waarom? Omdat ik hier gewoon eventjes mooie stenen tussen wil leggen. Zo. En dan ga ik daar uiteindelijk de hekjes natuurlijk op plaatsen. Het ziet er gewoon een stuk beter uit dan als je alles maar van dirt hebt. En dat zijn toch, dat zijn de kleine dingen in Minecraft die dingen mooi maken, vind ik zelf. En jullie erover denken, maar het is toch even iets van... Oké, het is toch eventjes dat kleine puntje. Waardoor je je farm net even iets cooler kan maken dan de gemiddelde farm. Van David zelf natuurlijk, die ook een reusachtige farm heeft met hout en houten hekjes. Maar we maken alles natuurlijk mooier dan David. Daar gaat het natuurlijk om. David kijkt toch niet, dus ik kan alles over hem zeggen wat ik wil. En dan zo meteen denk ik in de reacties. Cosmo, ik kijk gewoon je video's. En dan... Zo. En wat we dan gaan doen is, we gaan nu onze hekjes hier tussen plaatsen. Voorzichtig. In ieder geval dat ik een soort van afscheiding, dat ik ook gewoon weet van oké, we kunnen niet verder, we moeten niet verder, we willen niet verder. En doe dat hier ook nog even. Zo. En dan nu. De moment suprême. Je prends le bronze, je tron. We gaan hier nu dit overheen plaatsen. En ik vraag me vast af van waarom. Dit is het geval dat ik niet in het water kan vallen. En zo krijg je gewassen nog wel gewoon water. En het werkt gewoon mooi af op deze manier. Het enige wat wel is dat je uiteindelijk straks, als je natuurlijk hier opkomt, dat je dan omhoog gaat. Maar het valt mee. Oh nee, dat gebeurt niet eens. Oh, ik had gedacht dat ik dan uiteindelijk je gewassen eruit zou poppen, zeg maar. Zo van plop, ik ga eruit. Maar dat is helemaal niet het geval, dus dat is alleen maar beter. Leg het hier ook nog even neer. Even kijken, zo. Ja. En dan moet ik zeggen dat ik het zelf heel mooi heb gemaakt. Hoewel, ik moet hier nog wel even wat wegscheppen. Ik ben er niet helemaal tevreden over. Ik moet hier ook nog even namelijk een rij neerleggen. Dat gewoon even wat netter eruit ziet. Hoewel ik er denk ik niet genoeg tijd voor heb voor mijn schep. Hoe lang de video wordt, dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. Dat bepaal ik helemaal zelf, Minecraft. Maar of ik dit ga redden, dat weet ik niet. Kom op. Even kijken, hoeveel dirt zit hier nog? Schep, schep, schep. Oh damn, dat is te hoog. Oké, en nu... Juist, mooi zo. Voor mij hebben we nu al het deur toch nog net op tijd weg kunnen halen voordat mijn schep kapot gaat. Daarvoor is er nog een klein stukje. Ik wees zo letterlijk zo naar mijn eigen scherm van daarvoor is er nog een stukje. Maar... Dat is kansloos om te doen. Dit scheppen we nog even. Scheppen we dit? Minen we kapot? En wat we nu niet gaan doen is hier nog de grond uitminen. En waarom? Dat is op het moment niet nodig. Wat we gewoon kunnen doen is hier dit eroverheen leggen. Kijk toch eens, hartstikke mooi. Dan zeg ik het zelf. Ik vind het mooi. Alleen wat ik dan wel eigenlijk moet doen is deze hekjes weghalen. En er dan half slab overheen te plaatsen. Dus op deze manier.
Want dat ziet er dan toch wat netter uit. Het is dan puur alleen voor de afscheiding dat je het zo kan zien. Dan kan je er verder omheen lopen. En zelfs zo heeft u hierop kunnen landen als het zou moeten. Maar goed, ik ga toch ook nog even... No! Dammit! Zonde van die aardappel. Oh, ik kan niet rennen. Ik denk, waarom kan ik niet rennen? Moet je nagaan in deze aflevering hoe vaak ik gewoon honger heb gekregen. En dan honger met een volledige, zo'n beetje dat ik gewoon niet eens meer kan rennen. Dat is bizar. Goed, ik ga even hier nu naar boven om het aan jullie te laten zien hoe het er een beetje van boven uitziet. Gevaarlijk, bergbeklim, want je moet er ook ooit weer af natuurlijk. Zo. Even vind ik hoog genoeg. Holy gigantic bananas, dit is hoog. Goed, zoals jullie hier zien, dit is onze farm tot nu toe. Netjes, geordend en hij ligt mooi ernaast, strak bij het huis bij. En ik vind hem zelf toch wel een 8 van de 10. En waarom? Geen 10 van de 10. Hij kan natuurlijk groter, mooier, niet automatisch. Daar liggen gewoon natuurlijk een paar punten. Nee, een 8 van de 10. Ja, dat mag ook best wel. Ik vind het wel mooi. Ik hoop jullie ook, mensen. Als ja, vergeet niet om die like achter te laten. Dat is een hele rare woordcombinatie. Ik vind jullie van mooi. Jullie ook, vergeet niet om een like achter te laten. Ja, goed. Mensen, wat ik daar natuurlijk mee bedoel te zeggen, is de video is afgelopen. Oh. Maar vond je dit een leuke video? Vergeet er nu niet om een like achter te laten, mensen. Vergeet niet op abonneren te klikken als je dat nog niet had gedaan. Wat we nog eventjes gaan doen is even snel hier dit uitscheppen. Go, go en die nog even zo. En dan zie ik jullie overmorgen weer natuurlijk met een nieuwe aflevering van Community Craft. Hecht op avontuur. Dat ga ik dan ook doen. Ik ga op mijn eigen avontuur en dat is op Minecraft. Ook een jungle sapling voor je meenemen. Ja, dat is altijd aardig als iemand natuurlijk iets voor je mee wil nemen. Dankjewel. Dat is natuurlijk ook om de community. En dan zie ik jullie overmorgen weer met een nieuwe aflevering van Community Craft, mensen. Vergeet nogmaals niet om die like achter te laten als je het leuk vond. Vergeet de strawpool niet in te vullen. En de andere dingen die ik vroeg in de video weet je niet meer. Kijk het even terug. En dan zie ik jullie dan weer later, mensen.